Het slimme werken, dat betekent eigenlijk dat je plaatsonafhankelijk wil zijn. En het eerste wat je nodig hebt is een goede mobiele telefoon. Daarmee kun je sms'en, je kunt bellen, maar je kunt ook gewoon prima browsen. Je kunt prima je e-mail doen, een goed adressenboek zit erin. Je kunt navigeren, je kunt skypen, je kunt twitteren, je kunt er alles mee doen waar je maar bent. Erg makkelijk. Dit is een BlackBerry die ik heb, maar je hebt natuurlijk ook de iPhone en een heleboel andere waarmee dat kan. Internet op je mobiele telefoon. Tweede is, heb je natuurlijk internet overal nodig, op je laptop. En dat doe je tegenwoordig met zo'n dongle. Voor een paar tientjes per maand heb je altijd overal verbindingen. Dat is erg handig. Ik vind het zelf ook erg handig om zo'n e-book te hebben. Hier sla ik al mijn documenten, mijn Word-files in, mijn kranten. En is lekker dun, gaat overal mee. En dat leest echt hartstikke prettig. Dan heb je natuurlijk allerlei applicaties nodig op je PC. Nou, en ik communiceer heel veel. Ik probeer het aantal meetings. Dan heb je natuurlijk een goede laptop nodig en waarmee je kunt communiceren. Nou, ik gebruik het meeste Skype, dat kan overal. En met Skype kun je niet alleen maar bellen, maar je kunt ook het scherm laten zien aan iemand anders. Ik kan een document laten zien, een presentatie, en dat andere mensen laten zien. Dat kun je met twee mensen met video doen met Skype. Met OVO, O-O-V-O-O, kun je met zes mensen tegelijkertijd met een webcam praten en dat ook weer documenten kunnen doen. Prima vergaderingen doen. Ik probeer niet alle vergaderingen te elimineren, maar toch wel 50%. Dan een tekstverwerker. Een tekstverwerker is niet veel veranderd de afgelopen jaren en ik gebruik daar Google Docs voor. Alle documenten staan online, maar ook wat ik daar weer kan doen, ik ben een document aan het maken, ik kan een paar mensen uitnodigen en met z'n vieren eraan schrijven waar ze ook zijn. Dus samen documenten maken, samen vergaderen, waar je ook bent, als je maar gewoon maar internet hebt. Dus dat is de vier manieren die je eigenlijk nodig hebt om gewoon slim te kunnen werken.